vanaf dinsdag op prachtige Dalsterleek. Ja. Nieuwe locatie van Engeling Escapes, op verzoek ook van Engeling Escapes. De achtergrond zie ik ook prachtig kasteel. Hoe zijn jouw bevindingen tot nu toe? Nou, je komt aan, dan kunnen de kijkers niet zien, maar bij een restaurant meld je jij en dan worden echt hartstikke vriendelijk ontvangen door een Fransman die heel goed Engels praat. Hij brengt je naar je stek, hij geeft info. Dus de eerste indrukken waren al super. Hoe heb je het aangepakt qua vissen? Nou, we zijn begonnen met toch wel redelijk veel te voeren. En dat leverde al vrij snel vissen op. En we zijn met meerdere koppels en daar ook eens even gaan kijken. Die konden al heel veel vis vangen met een bolly of 20 per hengel erbij. Kun je er iets over vertellen? Ja. Bestand? Nou, om te beginnen, de vissen die we gevangen hebben, er waren toch wel tegen de 200 op dit moment. En we gaan nog gewoon door, maar ze zijn allemaal puntgaaf. En ja, wat ik ook belangrijk vind, is dat ik niet alleen aan het water zit, maar dat ik ook eens kijk om je heen hoe fantastisch hier eruit ziet. Prachtige boulevard aan de overkant. Ja. Echt schitterend mooi. Ja, en we zitten hier half in een dorp waar je echt geen last van hebt. Alle faciliteiten die je kunt dromen zijn allemaal, denk ik, maximaal 10 minuten rijden. Toiletten zijn prima, de douches zijn prima. En ja, zoals ik het met die man besprak, we zijn vissers, dus het hoeft geen Hilton Hotel te zijn. Daar is stroom ook, hè? Daar is ook stroom in de bivaktent die daar staat. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over het meer, over de dieptes? Ja, nou ja, op zich is daar geen hogere wiskunde. Het begint eigenlijk bij het château achterin. Het is eigenlijk het diepste en het loopt eigenlijk zo langzaam af. Wat wel is, je moet wel een beetje kunnen gooien hier. En dan bedoel ik, je hoeft echt geen 120, 130, 140 meter gooien, maar je moet wel al 80 tot 100 meter, moet toch geen probleem zijn. Ja, want het is ook echt een gooiwater. Ja. Het is geen boot en geen voerboot. Nee, wel een tip voor de mensen. Probeer niet vanuit de steiger te drillen, want op een of andere manier is dan je hoek met de vis. Ja. Op die van die naart dat je ze veel eerder lost, probeer gewoon op de grond te gaan staan. En je zult merken dat je veel minder vissen verspilt. Ja. Snowmans heb ik gevist, liep ook prima. Pop-ups heeft Leon gevist, liep ook prima. Wel, Baasje Her Royaal. Ja. Want er zit toch wel wat van shots, wat kreeftjes. En als je dan met een heel klein pop-upje of een klein bordetje zit, dan is er die toch te snel af. Ja, waardoor je die vis niet meer kunt vangen. Nou, we hebben nog een paar uurtjes te gaan. Ja. We zullen nog kijken dat we nog een paar mooie op de kant kunnen gaan. Ja, goed. Vertrouwen is er zeker. En, ik zeg altijd zo, we hebben gevangen, we pakken ons niet meer af. Zo is het. We gaan er nog een paar pakken. Prima. Dankjewel. Vis nummer 39 en 40 van 1 stek. Schitterend water hier. Dat is prachtig om te vangen, lekker man.
Ja.